Geloven jullie in heilig leven? In de heilige geest? Heilige leven? Heilig leven. Leven zonder zonde, maar we aan Gods geboden. Aan Gods geboden? Ja. Ja, we doen ons best. We zijn perfect, maar we doen ons best. Als we er iets van leren, want ja, als je als zonde als de verkering komt, als je leert het echt kennen, dan ben je nog niet perfect. Dus het is de wandel om gelijkvormig te worden naar Jezus toe. Het is niet dat jij meteen in één klap helemaal perfect kunt lopen. What maar do we you zijn wel geheiligd. What do you believe will happen if you are living in sin and you die in that statement? Would you go to heaven or hell? If you know you are in sin, if you know it, then there is no turning back for heaven. Then you go to hell. But Lord said, my people are destroyed for the lack of knowledge. Dat wil zeggen. Then you don't know you can die without the law and go to hell. Yeah. Or you die with the law that you know and go to hell. Unless you know and study. You can go to heaven if you are living holy. Kun je in Nederland doen? Ja. Ik kan het in Nederland doen, dat is prima. Doe maar even. Matthäus 5, vers 48 zegt: wees daarvoor heilig, zoals uw Vader in de hemel heilig is. Ja. Gelooft u dat letterlijk te nemen is? Of gelooft u dat een... hoe legt u dat uit? Nee, zo'n vers. Deze vijf. Hoe wil je uitleggen? Ik geloof wel dat je altijd naar het beste weten, zover je de kennis hebt, je eraan gaat houden. Mm-hmm. En als je daar dan van afwijkt, dan ben je eigenlijk bewust bezig om te zondigen. Ja, dat is dan het geloof van de zonde, is dood. Ja. Dus ja, ze zegt, we gaan echt helemaal strak in de bocht kijken van zo zit hij in elkaar. Dus dan, maar u zegt dat wij in zonde zijn geboren, u gelooft dat? Of ja, wij zijn al zondaren geboren. Oké, dus als God ons geschapen heeft in zijn evenbeeld, is God dan een zondaar? Nee, want na de zondeval, en daar heb je het, na de zondeval, toen Adam en Eva in zonde vielen, is de rest ermee besmet. Gelooft u in vrije wil? Ja, geloof ik in. Oké. Als wij een vrije wil hebben, zijn we dan in staat om te kunnen stoppen met zondigen, zoals God ons gebiedt, zijn geboden te houden? Is dat mogelijk, als wij in zonde geboren en ontvangen zijn? Als wij in zonde zijn geboren, is het op eigen kracht bijna niet belangrijk. Okay. Maar als je vergeven bent van zonde, heeft je de kracht om het wel te kunnen gaan doen. Want je hebt Gods kracht ontvangen door de Heilige Geest. En die gaat je helpen om jou stap voor stap gelijkvormig aan Jezus te maken. Stop. Maar uit onszelf zijn wij gewoon in zonde geboren. Het is gewoon een generatieploeg. De eerste deed het fout. En het is tot aan het derde tot vierde geslacht. Ja. In ieder geval tot derde of vierde geslacht, dat is weer die oude groep die persoon heeft gedaan, wordt verzocht in de nadere geslachten. Maar wat degene daarvoor heeft gedaan, kan niet afgerekend worden, degene die nou leeft. Oh, dat gelooft u wel. Dus, dat is Ezekiel 18. Dat is een beetje een contradictie op wat u beweert te geloven, namelijk dat aan de ene kant wij niet in staat zijn te stoppen met zondigen vanwege die generaties, die overgeleverde zonde. En aan de andere kant toch door de Heilige Geest zouden in staat moeten zijn om gelijkvormig te worden naar Jezus Christus. Ja, maar dan zie je, God heeft ons onze natuur gegeven. Dus in die zin hebben we het over het vlees, het bloed, de persoon wat we zijn, hoe God ons geschapen heeft, met de vrije wil. Het kan niet zijn dat wij daarom een zonde hebben in ons vlees, omdat Adam, wat u zelf zegt, wij beërven niet de zonde van de vader, de zoon beërft niet de zonde van de vader, toch? Nee, niet de schuld. Niet de schuld van de vader. Zonde. Hij wordt niet aangerekend voor de dingen waar de vader voor schuldig was, toch? Wat de vader heeft gedaan, maar hij heeft wel dezelfde dingen, wordt hem wel verzocht. Want hij is daar in de fout gegaan en dat is juist de vloek die doortrekt.
krijgen we één grote vervloeking eigenlijk over heel de mensheid. Heen. We zijn allemaal een beetje geconnecteerd aan elkaar. Ik geloof in de gevolgen van de zon. Waar wij niet in geloven als christenen, zijn dat wij een soort overgeleverde zonde in onze bloed en DNA meekrijgen van onze voorvaders. Daar is waar Ezekiel 18 heel sterk naar voren komt. Het punt is dat Adam en Eva hebben gezondigd, ja, maar ze zijn geschapen met een vrije wil, de mogelijkheid om te kiezen voor het goede of het kwade, net als ieder mens na hun generaties. Alleen zijn de gevolgen van hun zonde geweest dat zij zullen sterven en niet eeuwig leven. Want wanneer men zondigt en eeuwig leeft, dan hebben we het over een groot kwaad natuurlijk. Dan zal de wereld in zonde doorleven. En daarom is er een beperking gelegd op de leeftijd van de mens. En naar Noach natuurlijk nog meer doorgetrokken. Dit betekent dat wij door Adam en Eva de verleiding in de wereld is gekomen. En die verleider is natuurlijk Satan, door God ongehoorzaam te zijn. Maar, en daarbij hebben wij dus een korter leven als gevolg van Adam, Eva en Adam zonde. Maar wij hebben dezelfde vrije wil als Adam en Eva. En wij hebben dezelfde mogelijkheid om het kwade te weerstaan en het goede te doen. Zoals God ons geschapen heeft in zijn evenbeeld. Ook geloven wij in de onschuld van een kind. En dat een kind in de morele zin onschuldig geboren wordt, zonder het goede of het goede en kwade nog niet te kennen. Het onderscheid niet te kunnen maken. En dus volledig onschuldig staat tegenover God. Het hele punt gaat over geestelijk dood zijn of geestelijk levend zijn. Ja. Dat is het punt waar het om gaat. En de Bijbel zegt, wij kunnen geestelijk levend worden door onze relatie met Jezus Christus. Ja, maar als jij in Jezus Christus bent, kun je zondigen en nog steeds in het reinen zijn met God? Nog steeds in het reinen. De Bijbel onderscheidt drie typen mensen. De Bijbel onderscheidt degene die niet tot bekering is gekomen. De Bijbel onderscheidt degene die wel tot bekering is gekomen. En de Bijbel onderscheidt de vleeselijke christen. Vleeselijke christen? Ja, en de vleeselijke christen. En dat haalt u uit 1 Korinthe 3? Nee. Ja, kan ook. Ja, maar de vleeselijke christen is echt degene die tot bekering is gekomen. Maar nog steeds, God is niet is Heer. Jezus is niet Heer over zijn leven. Dat betekent, in dat proces dat de bekering is gekomen, erkent hij dat Jezus Christus voor zijn zonde aan het kruis is gegaan. Nog steeds in de dagelijkse praktijk van het leven, kiest ervoor om te zondigen. Kiest ervoor om het te doen, niet op de manier hoe God het bedoeld heeft, maar op zijn eigen manier. En dat zijn de drie die God onderscheidt. En als Jezus zegt, indien u mij lief heeft, houdt u mijn geboden. Ja? Ja? Is hij een leugenaar? Nee. Oké, dan wanneer die mensen christenen zijn, hij die zondigt in 1 Johannes 3 vers 8 staat, want hij die zondigt is een kind uit de duivel. Wat doet u daarmee? Wat doen we daarmee? Ja, als u zegt een christen die in die derde... Dat iemand keuzes kan maken, ondanks dat hij in Jezus Christus is, keuzes kan maken om Jezus Christus niet te gehoorzamen. Romeinen 6 spreekt daarover. Romeinen 6 spreekt en waarschuwt de mensen, je zult niet moeten blijven, denk niet dat omdat ik nu Jezus Christus heb en de geest van God heb, dat ik nu kan blijven zondigen, want je zult dezelfde gevolgen ervaren van zonde, want zonde heeft gevolgen in het leven van de mens. Dat is letterlijk waar Romein over zegt. De geestelijke dood. Ja. Dus eindigt de relatie met Christus. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk meteen. Zodra er één zonde gepleegd is, is er geen relatie meer met Christus. Dan zijn wij kinderen van de duivel. Helaas. Ja, daar is een onderscheid. Ja, maar de Bijbel spreekt ook over, degenen die dit soort dingen blijven doen, zullen uiteindelijk niet naar de hemel kunnen. Dus de Bijbel praat niet over een eenmalige daad. Hè? De Bijbel praat over degenen die op zo'n manier blijven leven, dus in zonde blijven leven. En wij weten niet, en dat zijn we mensen voor, wij weten niet wanneer God zegt, en hier trek ik de streep. Wij weten dat wel, dat is uitgelegd in zijn woord. De 10 geboden. Maar waarom die in Jezus u lijkt alsof u ons iets kon vertellen. Het lijkt mij alsof u niet gelooft in de mogelijkheid om een heilig leven te leven zonder zonde in dit leven. Dit lichaam. Zonder absoluut. Zonde. Helemaal, volledig. Ja. Nooit meer in de morele zin. Nooit meer iets fouten, nooit meer liegen, nooit meer stelen, nooit meer haten. Absoluut. Net zoals Jezus deed. Zowel. En gelooft u? Ja.
Gelooft u dat, dat Jezus Christus naast zijn status ook volledig mens was? Gelooft u dat? Maar waarom zegt Paulus dan in Romeinen 7, het goede doe ik, niet het goede doe ik, of wat ik mensen doen, doe ik niet. U kent die tekst. Ja, absoluut. Waarom geeft hij dat aan dan? Dat omdat geeft het menselijke aspect van de mens nog steeds in het zondige natuur van de mens. Als u heel Romeinen leest, hè, de Romeinen is niet geschreven als een hoofdstukken in eerste instantie, maar als één geheel. Dan zie je dat in het algemeen, dat is wat we eerder aanhaalden, Romeinen 6 vers 1 tot 4, dat wij de genade niet kunnen misbruiken. Dan lezen wij dat dat allemaal wijst op heiligheid. Behalve dan als we bij de hoofdstukken 7 komen, Romeinen 7 bijvoorbeeld, dan lijkt het alsof Paulus zegt van iedere christen zal zondigen. Hoewel dit geschreven is in het Grieks oorspronkelijk. En de Grieks heeft een andere opzet als onze Nederlandse taal of de Engelse taal. En daarbij worden dingen anders gezegd. Wat Paulus doet in Romeinen 7 is getuigen naar de Joden onder zijn volk. Uit zijn vorige leven. Voor zijn bekering. En hij spreekt daarover alsof het de huidige tijd is. Ja. Waarom? Omdat het belangrijk is. Ik vind het voor onderwijs en voor zelf om inzicht te hebben over wat mensen geloven. Maar en in het algemeen ook. Ik heb u gevraagd of u mag opnemen. Maar hoeven wij dat te vragen of niet? Natuurlijk. Ik zie dat toch? U ziet dat toch? Dat we geen camera hebben. Nee, maar. Nou, we hebben wel zoiets. Kijk, daarom. U zegt, u bent moreel correct. Ja. Terwijl u op dit moment mee aan het filmen bent. Ik volg de wetten van het land. Ja, en de wetten van het land zeggen. Zeg de vrijheid van de pers. Nou, en de juist, en de openbare en welke staat boven? Is dat vrijheid van meningsuiting, wat u denkt? Of Gods is datgene wat ik denk op dit moment? Gods nee, wacht even. Je zegt, je volgt de vrijheid van de maatschappij waar wij leven. Ja, en wij hebben fundamentele vrijheden. Jij pakt eentje eruit en die plaats je boven die van mij. Weet je wat de grondwet is? Nee, wacht even. Laten we even, want anders ga je heel veel stappen maken. Ja. Jij plaatst één wet die jij pakt, jij plaatst het boven die van mij. Terwijl in dit land hebben we rechten en hebben we plichten. Ja. Dus ik mag ook vertel iets vinden. Wat u. Ik mag ook iets vinden. Absoluut. En een van de rechten die ik heb is, je kunt me niet zomaar filmen zonder dat ik toestemming wil geven. En waar staat dat? Privacy. Waar staat dat? Rekening houden met elkaar? Ik hou rekening met anderen, zeker. Dat ben je in mijn geweten. Ja, ja, maar die staat hoger als heel veel andere wetten. Daarvoor hebben wij ook al heel veel moeite met alle beveiligingssystemen. Okay. Omdat wij niet zomaar mogen filmen. We moeten het aangeven, we moeten duidelijk vertellen dat er gefilmd wordt. Wordt er niet gefilmd? Dat is een vaste camera. Dan heeft u het dan over een vaste camera. Het is een mobiele camera. Camera's. En we zijn op openbaar terrein. Dus? Nee, we hebben te maken met elkaar. Alle soorten camera's moeten aangegeven zijn dat ze filmen. Kijk, dan kent u de wet niet. Kijk, dan kent u de wet dingen? Niet meer. Ik ben er net voor geslaagd, dus sorry. Dan bent u helaas niet echt bekend met de vrijheid van de pers en hoe dat werkt. Stel je voor dat dat zo van toepassing is. Denk u dat Jezus dit prettig vindt? Zeker. Jezus wil dat wij getuigen, dat wij het licht zijn in deze wereld. Dat wij niet in duisternis wandelen, maar dat wij zijn licht uitstralen. En dat ons lichaam. Hoe vaak bent u hier geweest om te weten of. Ik ken meerdere deurgemeentes, zustergemeentes. Ook onder andere in Zwolle, waar ik één keer aangevallen ben door een lid, vlakbij in de buurt. En een lid van een evangelische kerk. En dat was niet zo'n prettige ervaring, maar dat is vaak wat zich manifesteert, omdat mensen vooral in dit soort kerken vaak schijnbaar zondaars toelaten in hun kerken en daarbij ook geen verantwoordelijkheid op zich nemen. Daarbij ook niet verantwoordelijkheid op zich nemen. U wilt niet verder praten. Nee. Maar we hadden het over interessante onderwerpen. Romeinen 7 wil ik graag op ingaan. Het is niet Paulus die een heilig leven leeft, het is Paulus in de geschiedenis. U moet zich bekeren van uw zonde om in het reine te komen met Jezus Christus. Howard!